zeggen. Ja, dan word je zo dat er dan is. Hier schoot het standaard dit hoekje. Italië, zonder dat ik me minder. Beside a road. Yeah, then also there's a difference of beauty when you talk of a non-English. Vanzelfsprekend. Of literatuur ook van je werk hangt. Een zoet feest, veranderd in een bitter gevecht. In een strijd die de kinderen niet meer betreft. Rapper, spoken word artiest. Nou, dat is dus eigenlijk heel simpel. Omdat de overheersten de taal van de overheerser niet mochten spreken. Je zit niet voor één boek in een lawaaiige commerciële media rap race, maar je wordt door een rustig, sereen team bekroond voor wat je decennia hebt gedaan. Geld werd op je rekening gestort, wat je denkt van oké, cool. Ja. Daarvoor moet dan natuurlijk de jurk volgende maar weer aan en vraag wie is je vader, wie is je moeder. Weet je, dus je voelt gewoon ook dat het allemaal je toekomt. En toen nam ik op en zei iemand, goeiedag, ik ben aan het rijden, aan het mijnen. En ik dacht, we hebben nu ook al Nederlanders in de kleuren, iets met kleuren komt in mijn poëzie regelmatig voor, vooral in de erebundels. Een feeriek sprookje op een doek van Hercules Zegers is, zolang we die paradox. De geur van verse verf in een half afgebouwde wijk, een stapel stenen waarmee de kinderen oorlogjes spelen, achter de gordijnen de weiland. We zijn hier voor de nationale quiz Nieuw Nederlands. We leven ook in een tijd waarin dat hele externe succes, ook die zichtbaarheid, je ook veel oplevert. Wat een fantastische verhalen van Dennis zijn. Natuurlijk bekend